Goedenavond, welkom bij Wintertijd. Vanavond een voetballer als gast. Een voetballer die zelfs ik ken. Dat wil wel zeggen, dat betekent dat hij hartstikke beroemd moet zijn. Speelde met Cruijff, met Keizer, met Zwart. Bijna net zo beroemd als die andere Johan. Alleen, ze noemen hem Johan Secundo. Is dat een compliment, Johan Neeskens? Johan Secundo? Of vond je dat... Ja, vind ik wel. Ja? Ja, dat is eigenlijk ontstaan in Spanje. Bij Barcelona. Ja, dan speel je samen in het team. Ja. Ja, dan heb je twee Johans lopen. Dan is het makkelijk om Johan Secundo te zeggen. Ja, maar heeft je nooit dwars gezeten van... Mag ik nou ook eens een keer Uno zijn? Nee, helemaal niet. Nee? Helemaal niet. Nee. We gaan nog uitgebreid over voetbal hebben. Dan kan je me van alles over vertellen. Want ik ben een leek. Maar ik wil eerst even weten hoe het zo gekomen is. En, je bent opgegroeid in Heemstede. Klopt. Dat was een kakdorp, toch? Vind je? Nee, ik weet er weinig van. Aardenhout, Heemstede, dat is toch een soort... Nee. Het is gewoon een leuk plaatsje. Mm-hmm. En, maar echt geen kak. Niet heel veel rijke mensen en zo, toch? Er zullen wel wat rijke mensen gewoond hebben. Maar mm-hmm. Niet dat je zegt, deze buurt staat bekend om zijn kak uit. Nee? Nee. En wat voor gezin ben jij opgegroeid? Waren jullie rijk? Nee, een arbeidersgezin. Mijn vader werkte bij de Hoogovens, ja. In drie ploegendienst. Mijn moeder was wel wat ziekelijk. Mm-hmm. Die had ook astma en longoperaties gehad. En nog twee broers en een zuster. Dus er was geen vetpot? Nee, het was hard werken. Gelovig, niet gelovig? Mijn vader wel katholiek. Mm-hmm. Moeder niet. En ik ben zelf ook helemaal niet... Nooit naar de kerk geweest? Ja, wel eens zo met een vriendje meegegaan. Voor de gezelligheid? Ja, dan zei ik, als jij dan later met mij gaat voetballen... dan ga ik met jou mee in de kerk. Dat voetballen is echt vanaf welke leeftijd ja, herinner je dat? Ja, zo met 2-3 jaar ben je al achter een balletje gaan trappen. En dat is zo gebleven. De school was heel dichtbij. Het was in dezelfde straat. Ja. Een mooi groot schoolplein. Ja, daar met al je vriendjes natuurlijk achter die ballen... Werd dat met de paplepel ingegoten? Was je vader een voetbalfanaat? Of, Nou, hij vond voetbal wel leuk. Hij kon er zelf niet zoveel van. Nee. Maar het is niet echt door hun gepusht. Nee. Het is gewoon uit jezelf gekomen. Vanuit de buurt. Omdat iedereen, al die jongens, een beetje voetbal speelde. Ja, vandaar dat je dan erbij wil zijn. Wat voor muziek herinner jij van jouw ouders thuis? Ja, dat was toch wel meer het type van Heintje en Zangeres zonder naam. Mm-hmm. En dat vond mijn moeder altijd fantastisch. En weet je nog hoe je dat zelf als kind vond? Of, Ja, je luisterde dan ook wel erna, want ja... Je moest wel. Ander soort muziek was er niet veel. Nou, wel een radio, maar televisie in die tijd helemaal niet. Je mocht altijd één keer in de week bij de... 2 of 3 huizen verderop bij zo'n buurvrouw mocht je dan kijken. Ja. Het woensdagmiddagprogramma. Het is echt geweldig. Iedereen ging bij een buurvrouw kijken. Ja. Dus er waren overal buurvrouwen wel met een televisie. Ja. Nou. Ik kijk even om de sfeer terug op te roepen naar Heintje. Uit 69. Oh, zo heb jij een favoriete plaatje ook nog. Oh, my Julie, blijf alstublieft. Hey.
dat echt herinneringen bij jou? Ja, omdat je in die tijd, als je dit hoorde, dan... Ja, dan fleurde je moeder weer helemaal op. Ja? Want die vond het fantastisch. En die riep toen ook, goh, wat zou het fantastisch zijn... als ik zo'n zoon heb, die zo zou kunnen zingen. Nou ja. Maar je moeder heeft nog wel jouw hoogtepunten... Leeft je moeder nog? Nee. Maar heeft ze nog wel jouw hoogtepunten meegemaakt? Ja. Ja? Ja. Oh, dus je hebt toch nog... Ja, het was een beetje op een ander gebied. Maar... Ja, maar veel beroemder dan Eindje. Eindje kwam niet verder dan de Nederlandse... Nou, Duitsland. Nou, Duitsland. Ja. Ben je later ook geweest in Duitsland? Daar hebben we het straks over. Hij was toen 12 jaar. Was al een ster. Had jij op je 12 al echte voetbalschoenen? Of moet je ze toen nog doen met... Nee, toen had ik wel echte voetbalschoenen. Ja, want op een gegeven moment met 8 jaar ga je dan bij RCA Heemstede voetballen. Mm-hmm. Ja, en dan behoren daar wel een paar goede voetbalschoenen bij. Ja. Nou, dan vind ik het toch fantastisch dat je ouders daarvoor zorgen. Ja, want het was niet... En je had nog een broer, die voetbalde ook, geloof ik? Die voetbalde ook, ja. Ook bij dezelfde club. Was iets ouder als ik. Dus dat was dan toch voor die ouders een dure bedoeling? Ja, en een jaar erop ging ik ook nog honkballen. Ook bij dezelfde club. Dus, was dat zomers honkballen en winters voetballen? Of nou, het ging, ja, het liep toch wel parallel met elkaar. Dus toch wel een paar maanden voetballen en honkballen. Wat herinner je van je puberteit? Was jij een echte puber? Ik bedoel, was je moeilijk voor je ouders? Was je moeilijk thuis? Ja, dat is altijd moeilijk te zeggen. Ik denk het niet, omdat ik eigenlijk alleen maar gek was van sport te behoeven. Ja. Want buiten dan het honkbalvoetbal zat ik ook nog op een gymnastiekvereniging. Dus het was gewoon elke dag was het met sport bezig zijn. Nou, en dan ben ik niet die moeilijk. Nee, heb je geen tijd om... Nee. Nou, je komt wel eens wat later thuis, maar dat is dan alleen maar vanwege het voetballen. En de ruzies die dan wel eens, of woorden dat je wel eens kreeg, dat was omdat er weer een gat in je broek zat of de schoenen, de zolen hingen er weer bij. Weet je wat dat allemaal kost? En nou, ik ga maar plastic schoenen voor je kopen. Ja, maar die zijn nog sneller stuk. Dus dat helpt ook niet. Die fanatiekheid met sporten, hè? Waar, heb je enig idee zelf waar dat vandaan komt? Want het was niet... Nou, ik had dus wel vroeger al de drive in mezelf om... probeer iedere keer de beste te zijn. Mm-hmm. En ten tweede dan in de straat zelf. Voetbal op de straat, met je vriendjes. Ook met oudere vriendjes. Ja, dan moet je leren knokken. Ja, twee manneke. En als je dat niet kan, dan val je af. Ja. Want je was niet de grootste. Was jouw broer in hetzelfde formaat? Ja, die was wel iets groter, mm-hmm. iets steviger ook. Maar ik heb me daar aardig doorheen gewerkt. Dus je moest het al meteen van je snelheid hebben, neem ik aan. Als je dan, Snelheid, behendigheid, coördinatie. Mm-hmm. Juist. We gaan even kijken naar de tweede groep die jij noemde uit jouw puberteit. Rolling Stones. Ja, dat is zo rond 14, 15 jaar. Ja. Ja, dan was dat eigenlijk de groep. Mocht je wel uit en bier drinken van jezelf? Met sport combineren? Nee, dat deed ik dus niet. Nee? Nee. Dat ontzegde jezelf toen al? Ja, want toen je bij de A-jeugd, zo mm-hmm. beetje 15, 16 jaar bij RCA speelde... Ja, dan hoorde je jongens altijd dat ze naar dansles gingen en ga nou mee. En, maar ik ging nooit mee, want ik zei nee, want... Nog een keer met de bal bezig zijn en de volgende dag spelen. Dus ik ga niet mee. Dus ook toen die tijd... Wil het even komen uit jezelf? Ja. Gaan we zo over door. Rolling Stones, Off the Hook uit 64. Oh,
straks. Die heeft het begrepen. Even let op het vleeskeurmerk en je weet dat het in orde is. Ah, here's Paul again. Doing his old pool cleaner act. What he doesn't know is that I saw a lot of Bruce Lee movies. Ha, he comes back with his 9.5 week scene. Now that, I give him a bit of James Bond. Lucky for him, there's a commercial break. Vitalinea drink, 100% taste, 0% fat. I wonder if he saw that movie. Whoa, whoa, whoa! Wow! Brantano, nu al meer dan 40 schoenwinkels in Nederland. Vitalinea yoghurtdrink van Danone in aardbeeswarte bes en appellimoen. Met het nieuwe WannaDo ADSL Lite kunt u snel en onbeperkt internetten. Reageer nu en betaal het eerste jaar geen 34,95, maar slechts 27,95 per maand. Bel dus snel 0800 8048 of kijk op wannadoo.nl. Afspraken voor zondag tussen 1 en 3 uur voor de happy hours van Carpetland. 10% kassakorting op alle artikelen. Een buitenkans. Sensotech past zich aan je huidtype. De nieuwe Philly Shave Sensotech. Set for comfort. Morgenavond, het sportgesprek in Sunday United. Heb je ooit van jezelf gehouden? Ik ben bang van niet. Topsporters en deskundigen zwaar in discussie. Zo ver gaat het in de wielersport niet. Je moet je boos maken. Informatief. Waar hebben we het over? Vrouwen zijn nog erger, wordt wel eens gezegd. Hè? Amusant, actueel en altijd boeiend. Teamcaptain is Ruud Terweijden. We hebben over allerlei sporten. Ik vind het best. Het sportgesprek, Sunday United. Morgenavond, 9:30, RTL 5. Je ging dus nooit dansen? Nee. En meisjes? Of mocht het ook niet van jezelf? Ja, dat mocht wel, maar in die tijd nog niet zoveel interesse, nee. Dus je bent laat begonnen met de vrouwen? Iets later begonnen. Ja, wat? 18 zo? Ja, net bij toen je bij Ajax kwam. Ja, toen was niemand tegen te houden natuurlijk, neem ik aan. Nee, toen ging het een beetje vanzelf. Ja, op je 16e werd je prof bij RCH, heet het? Semi-prof. Nee. Semi-prof. Want ik werkte ook nog. Dus dat betekende dat... Hoe zag het leven er dan uit? Nou, 's ochtends naar Piet Bakker in Lisse en Hillegom in de Bollenschuur. Oh ja. En ja, 's avonds dan trainen bij voetballen. Mm-hmm. En dat deed je 3 keer in de week. En dan ook nog 2 keer in de week training voor honkballen. En dan in het weekend ook spelen. Dus je deed in het weekend speelde je en een wedstrijd voor RCA en je honkballen? Ja. Waarom heb je voor voetbal gekozen? Ja, omdat ik vond dat ik er toch wat meer mijn energie in kwijt kon. Mm-hmm. Alhoewel ik honkbal ook heel erg graag deed. Maar voetbal...